Presentatie van de Aerolizer. Een aerolizer is een poederinhalator. Dat wil zeggen dat de medicatie in poedervorm in capsules zit. De aerolizer op correcte wijze gebruiken. Klaarmaken van de inhalator. Verwijder de beschermdop van de inhalator. Neem de inhalator stevig verticaal vast en draai het mondstuk open in de richting van de pijl op het inhalatiehulpstuk. Plaats een capsule in het capsulevormige compartiment in het onderste gedeelte van de aerolizer. Draai het mondstuk dicht in de richting van de pijl tot je een klik hoort. Houd de aerolizer rechtop en druk de zijknoppen volledig en gelijktijdig in. Laat de knoppen los. De capsule is doorprikt. De inhalator is nu opgeladen en klaar voor gebruik. Houd de inhalator verticaal rechtop. Inhalatietechniek. Recht je rug. Houd de inhalator weg van je mond en adem rustig en bijna volledig uit. Let wel op, adem niet uit door de inhalator. Plaats het mondstuk volledig tussen je tanden en sluit je lippen goed rond het aanzetstuk. Hou je hoofd licht achterover en adem krachtig, snel en diep in. Neem de inhalator uit je mond, sluit je mond en hou je adem op gedurende 5 à 10 seconden. Hou de inhalator weg van je mond en adem rustig uit. Herhaal de hele procedure om de capsule volledig leeg te maken. Open de inhalator en verwijder de lege capsule. Sluit de inhalator en plaats de beschermdop terug. Nazorg. Spoel steeds achteraf je mond met water door te gorgelen. Slik het water niet in, maar spuw het uit. Belangrijke extra informatie. De capsule. Het is belangrijk dat de capsule pas vlak voor gebruik uit de blister wordt gehaald. Scheur een van de blisters van de blisterverpakking af langs de perforatierand. Op de achterzijde van de blister duidt het woord stop aan waar je je vinger kan zetten. Plaats je vinger op het woord stop en trek de beschermende rugzijde los om één capsule bloot te leggen. Neem maar één capsule per keer uit de blister. Vraag meer info aan uw huisarts, specialist of apotheker.